Ja, en als derde gast hebben we iemand, een oud Greenpeace-activist. Heeft ooit bijna bij u gesolliciteerd. Het is iets anders gelopen, misschien herkent u hem. Ah. Dat is leuk. Goeiedag. Nou, ik ben helemaal vereerd. Ja, dankjewel. Gaat u zitten. Dankjewel. U kunt helemaal ontspannen. Nog beter dan een witte. Ja. Iets meer haar. U kunt helemaal ontspannen. U heeft de twee professionals al gehad. En ik was al een matig geïnterviewde, daarom heb ik jij hebt altijd graag op die andere stoel willen zitten, of niet? Nee, maar ik heb nog nooit iemand geïnterviewd. Dus ik zou niet weten hoe dat moest. Dus ik wilde met u maar gewoon een gesprek gaan voeren over iets wat mij al 25 jaar bezighoudt. Toen ik in 1991 als jong studentje een vraag mocht stellen aan de grote heer Herk Streuter, de president-directeur van de Koninklijke Olie Shell toenertijd. Toen vroeg ik hem, wat gaat u doen als olie en gas op is? Toen zei hij, jongeman, olie en gas raakt nooit op. En ten tweede, wij zijn een olie- en gasbedrijf. Als het ooit op is, dan houden we ermee op. Shell 1992. Ja. In 1999 of in 2000 kocht ik namens Greenpeace voor €1 miljoen aan aandelen. En ging me met heel veel mensen naar de aandeelhoudersvergadering om Shell te verzoeken, te dwingen. Met 0,01 promiel van de aandelen in handen. Om te dwingen om een hele grote zonnefabriek te gaan bouwen. De Mega Solar Factory. En Jeroen van der Veer was toen de baas. Hield een prachtig verhaal over dat hij het op zich wel eens was met die ambitie. Maar dat het allemaal ietsje langzamer ging dan Greenpeace zou willen. Dat ze immers een zonne-energiefabriek hadden gekocht. En dat het allemaal goed zou komen. En 5 jaar later verkocht hij de hele tent. En hield het ermee op. Vorig jaar las ik, of eigenlijk dit voorjaar. Dat Shell het opnieuw gaat proberen in duurzame energie. En de vraag is natuurlijk, hoe serieus is Shell met duurzame energie? Hoe serieus bent u nou echt als het gaat om de omschakeling van het oude fossiele tijdperk naar het nieuwe? Bent u een Herk Streuter? Bent u van de Veer? Bent u mevrouw van Loon? Ik ben mevrouw van Loon, maar ik vind het een hele, hele mooie vraag. Die vraag komt ook wel vaak van, goh, jullie zijn erin gestapt, eruit gestapt enzovoort. Wat gaat er nu gebeuren? Ga je er weer even in en hou je dan weer op? Ik denk ten eerste om even te zeggen van, we zijn er natuurlijk nooit echt uitgestapt. Ja, we hebben in zonneparken gezeten. Ik kom uit Helmond, daar vertellen ze daar me nog steeds van. Daar stond een grote zonnepanelenfabriek. Maar ja, dat was geen duurzaam businessmodel. Want als op een gegeven moment het beleid er geen subsidie is, er niet betaald wordt voor de zonnepanelen, dan kun je als bedrijf niet meer door. Dus dan moet je daar weer uit. We zijn toen wij dus wat teruggeschaald hadden in wind en zon, echt in gaan zetten op biofuels in Brazilië. Dus wij zijn over de hele wereld toch nog wel bezig geweest. Maar klein, daar heb je gelijk in. Ik denk wat je nu ziet is dat ten eerste er op verschillende plekken voor duurzame energie verdienmodellen beginnen te komen. Nederland is een heel mooi voorbeeld met windparken. Ja. En wij hadden ook echt het idee, alhoewel mensen nog zeiden het is te duur, van als je er nu voor gaat, als je gaat opschalen, als je plannen gaat maken, dan kun je daarin investeren, dan wordt dit competitief. Nu kan dit. Dat geeft ook aan dat een land, een gemeenschap moet daar klaar voor zijn. Die moet op een gegeven moment zeggen, dit willen wij. En dan kan er ook geld verdiend worden. Maar dat parkje is, alle waarderingen, ik heb staan juichen hoor, met die 5,45 cent. En ik hoop dat Shell er nog een beetje aan verdient. Het is nog een druppel op een spectaculaire doorbraak, maar nog maar heel klein. Ja, minder dan een miljard of zo. Nou ja, misschien. U heeft zelf gewerkt, het werd al even in het eerste interview genoemd, aan Prelude. Ja. Dat project is geloof ik €12 miljard bij elkaar. Of in vreselijke hoeveelheden zijn dat. Ja, uw voorganger zei al 9. Ik ben benieuwd nou, waar het, we... Het wordt miljarden. Ja. Duurzame energie is daar een fractie. Ja. Heeft Shell ergens, heeft u in uw bureau la, ergens een plan liggen voor de toekomst waarin staat in 2025... aantal jaren vanaf nu, dan is dat park in Borselen gebouwd. Dan gaan we bieden op het volgende park. En dat is dan zo groot dat het inderdaad ook gewoon €10 miljard is. Dan gaan we naar de bedragen toe waar het in de olie- en gasindustrie ook om gaat. Dat is precies inderdaad de discussie die we dus nu hebben in Nederland. Niet alleen op, het is breder dan wind. Maar op wind zeggen wij, en dat zeggen we heel duidelijk, en dat zeggen de andere spelers in wind ook, we willen meer en we willen groter. Dus na die 5 parken die er nu op de tekentafel liggen, 3,5 gigawatt, willen wij eigenlijk 1,5 tot 2 gigawatt per jaar. Nog
20 erbij. Ja. Wij geven ook aan, als je dat nu al vorm gaat geven, dus als je nu al af gaat spreken, dat is goed voor Nederland, hè, dan gaan we elektrificeren. Die elektronen kunnen ook veel bewegen voor betekenen voor die energie die we nodig hebben, die niet elektriciteit heeft, maar die wel kan elektrificeren. Als we dat nu gaan doen, dan kunnen wij daar gaan investeren. En daar willen wij graag een actieve speler in zijn. Want wij horen dat daar een businessmodel is. Dus wij willen dit heel graag. Maar nou zitten we volgens mij bij de crux. Want u deed dat in de eerste twee interviews ook heel handig. namelijk elke keer zeggen, ja, maar de maatschappij moet dat willen. En dan gaat Shell daar wel een speler in zijn. Volgens mij is Shell ooit begonnen, ergens in Indonesië, zonder dat die Indonesiërs ooit iets gevraagd is. En die is er naartoe gegaan. Die dacht, daar is olie, dat gaan we regelen. En die mentaliteit heeft Shell groot gemaakt. Ik vroeg met opzet naar dat plan. Waarom haalt u niet een plan uit de la, of maakt u het nog even snel als het er nog niet in ligt, uit de la en zegt tegen Nederland, dit kunnen wij bouwen voor u, voor Nederland. En dan, misschien verdienen we er dan nog geld aan ook. En u heeft ondertussen dan lang uitgerekend dat dat zo is. Want u werkt natuurlijk ook gewoon voor aandeelhouders. Geen liefde werken, oud papier. Maar dat u het voortouw neemt. En niet zegt, als de overheid, als Nederland ruimte maakt, dan zullen wij die ruimte vullen. Nee, kan Shell niet zelf zeggen, dat volgende park, dat ligt 200 kilometer uit de kust, dat is ergens bij de Doggersbank, of daar wordt wel over gesproken. Dat is 20 keer zo groot als het huidige park waar u nu net op geboden heeft. Gaan we bouwen. Nou, we hebben het geld, we hebben de techniek, we hebben de mogelijkheden. Doen. Nou, wij zouden dat ook zo ten eerste al heel graag kunnen doen, maar zo zit het in Nederland niet in elkaar, want het wordt getenderd en dat moet allemaal. Maar wij zitten niet achterover te wachten. Wij zijn deel van die discussie met offshore wind. Wij zijn deel van de consortia met alle windpartners in Nederland. Want we hebben natuurlijk ook de mensen nodig die het gaan bouwen en die de elektriciteit gaan aanleggen. En daar zijn wij heel actief in bezig. Dus wij zijn heel druk aan het partneren met die gemeenschap van windbouwers. En dat is ook de discussie die we hebben met de overheid. Wij zeggen, wij willen dit, wij kunnen dit. Kom maar op, deel van de transitiecoalitie. Waarbij we mensen bij elkaar hebben gehaald. En daar is Shell dus een actieve speler in om te zeggen, dit willen wij en dit kunnen wij. Dus het is niet zo dat wij wachten. Maar het is wel zo dat ik niet naar minister Kamp kan gaan en zeggen van, nou, we bouwen er nog 10. Want dan zegt hij, ho, Marjan. Ik kan wel zeggen, we willen er nog 10 bouwen. En dan komt natuurlijk allemaal dat officiële, daar weet ik alles van. Al die officiële trajecten die allemaal veel vertragender werken. Ja, maar Shell prima. Zal... Kijk, ik vind het toch... Ik vind het mooi om te horen dat die ambitie er is. Maar als ik nou kijk naar de scenario's die Shell voor zichzelf heeft gemaakt. Hè, er zijn ook mooie namen aangegeven. Oceans en nog een prachtige naam. Dan zie je gewoon dat Shell voor zichzelf nog steeds ziet dat ze olie en gas. Een stuk minder kolen, dus dat is mooi. Maar toch, olie en gas. Dat is de business. En ik zie nog nergens een serieuze hoeveelheid duurzame energie in de portfolio van Shell in 2050. Laten we even een generatie springen en kijken, wat leggen wij straks aan onze kinderen uit? Hoeveel procent duurzame energie heeft Shell in 2050 nou in haar portfolio zitten? Ligt dat ook ergens in een la? Nee, want dat weet nog niemand. Maar hebben jullie niet een... Want jullie weten ook nog helemaal niet hoe olie en gas loopt, en toch hebben jullie precies uitgerekend hoeveel biljoen tonnen olie. Nee, ook jullie niet, denk gaan ik. Nee, we hebben we hebben scenario's. En ik weet niet of je het nieuwe scenario hebt gezien, hè? Better Life, Healthy Planet. Ja. Waarbij je 2 graden scenario doorrekent. Daarin is heel duidelijk dat je dus tot en met 2050 duurzaam heel snel zal moeten bouwen. En olie en gas nodig hebt. En waar we het net over hadden gehad, dan ook na moeten denken, hoe doe je dat dan zo slim mogelijk? Dus duurzaam ook. Wij zijn daar heel druk mee bezig. We hebben ik heb in dat scenario suf gebladerd. Ja? Op zoek naar dat mooie tabelletje wat jullie voor olie en gas altijd wel hebben. En dan zon, wind, geothermie. Kan ze hartstikke goed boren. Daar zijn jullie ongelooflijk goed in. Dus dat moet met warm water ook kunnen. En dan, maar gewoon aangeven, hoeveel wil je dan in de toekomst? Dat niet doet, het leuke is, denk dit hebben we dus kans voor missen. We hebben ingezien dat dit soort... De acties op klimaatverandering. We zijn begonnen wereldwijd, CO2-prijs, Europees. Er is iets van, dit is veel te langzaam, dit gaat niet gebeuren. Dus we hebben het inzicht, dit gaat op nationaal niveau gebeuren. Dat is wat een maatschappij maakt, wat de economie wordt. En hier kan beleid gemaakt worden. Deze plannen,
van wat kan er gebeuren in Nederland? Hoe groot wordt geothermie, hoe groot wordt wind en solar? Die hebben wij dus doorgerekend. Daar hebben we veel werk aan gedaan de afgelopen jaren om te kijken hoe kan Nederland zo snel mogelijk en zo economisch mogelijk naar die lage CO2. Daarom zijn wij toen ook gekomen van, joh, als wij naar dit plaatje kijken, dan moeten we inzetten op wind. Dus voor Nederland krijgt dit vorm en zijn we daar druk mee bezig. Nederland loopt bij de Shell-landen voorop om maar dit zo aan te pakken. En we hopen dat we dat dus ook... Oh, sorry. Het is opgelost. Bij de het is laatste woorden. Laatste woorden. Het was er al, hè? Ja, nou, wij zijn dus druk bezig om dit voor Nederland te doen en voor de andere landen waar Shell actief in is. Nederland loopt daar een beetje in voor en we hopen daar heel veel van te leren. Ik ben een beetje huiverig om te zeggen. Dit gaat Shell in Nederland investeren. Dit wil Shell graag investeren. Maar we moeten het wel met z'n allen doen. Nou, dames en heren, Diederik Samson. Dankjewel. Ja, dankjewel. Kom alle twee mee. Kom even zitten. Gaat u lekker hier op de bank zitten bij mij. Heel goed, heel goed.